het, Nassi? De zomercarnaval van binnenuit, jongens. En hoe bevalt het? Ja, de allerbeste plek natuurlijk. Ja, de allerbeste plek heeft u natuurlijk daar thuis op die bank. Welkom bij TV Rijnmond, welkom bij de special van het zomercarnaval 2011. De 27e editie alweer. 27e, jongens. Ik had er veel vaker bij moeten zijn, man. Ja, je hebt gezellig. Er wat gemist, hè? Ik heb heel veel gemist. Tuyo Panotti. Jongens, ik kan niet wachten om mee te feesten, Dave. Nou, maar dat is ook een beetje de insteek van vandaag. Ik wilde jou eigenlijk, want vorig jaar heb ik zelf meegelopen. Ik ga jou er gewoon ingooien. Gooi me er gewoon in. Happatee. Ik ga erin. Amigos, voy a contarles de un chico muy popular. Lo invitaron a una fiesta que está super especial. Él movía la cadera para adelante y para atrás, viendo cómo se meneaba. Chancludo ha llegado, va a enseñarles a bailar el meneo de cadera para adelante y para atrás. El chancludo ha llegado, va a enseñarles a bailar el meneo de cadera para adelante y para atrás. Contarles de un chico muy popular. Lo invitaron a una fiesta que está súper especial. Dans ik goed? Ja hoor, heel goed. Waar kom je vandaan? Suriname. Suriname, ik ook. Ja. Heb je de Queen gezien? Nee, nog niet. Word je al een beetje moe van het dansen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Maar je moet nog lang, hè? Ja. Ik zie de captain. Captain, kom bij me. Hoe gaat het met je, captain? Geweldig, ik voel me happy. Ik ben blij. Het is gelukt, het One Nation. Maar ik kijk naar boven, ik zie alleen maar wolken. Ja, maar het is lekker warm. De heer heeft gezegd dat alles lekker warm is en dat we gaan schudden, we gaan alles geven. We gaan schudden, laat eens zien hoe. Je beweegt lekker? Ja, hè? Hoe lang ga je het volhouden? Tot einde. Tot vanavond. Tot vanavond. Waar is de afterparty? Outlet denk ik, nog niet teken. En wat is daar dan? Ik weet niet hoe het heet. Maar in afval een feestje. Zeg je? In afval een feestje. Sorry? Wel een feestje in afval. Ja. Maar dan ben je toch helemaal kapot? Ja, je hebt er maar wat voor over, hè. Kijk eens. Beautiful. Deze mevrouw. Hallo. Hallo. Hoeveel weegt dat nou op je hoofd? 5 kilo. 5 kilo? Ja. Maar dan ga je toch helemaal... Ja, als er wind komt wel. Jeetje, het is gelukkig windstil. Kijk eens. Jij loopt echt rond alsof je energie van de hele wereld hebt. Ik heb er gewoon hartstikke veel zin in. Het is gewoon, ja, het is fantastisch. Gewoon, het hoort bij me. Heb je het koud? Nee, absoluut niet. Ik heb juist warm. Je bent nu warm. Ja. Kijk eens, daar staat mijn collega Dave. Hé,
Hey, hoe gaat het? Lekker, man. En met jou ook goed? Heerlijk. Nou, weet je, Dave? Wat vind je ervan? Ik zou je eens vertellen, met al die kleren aan voel ik me bijna naakt. Oh, echt waar? Ja. Heb je het nog naar je zin? Ik vind het waanzinnig, man. Moet je kijken, moet je kijken. Het carnaval is dan nu wel begonnen, Narsing. Maar gisteravond was eigenlijk al het officiële moment, hè? The Battle of the Drums. Ondanks de motregen zit de sfeer er al goed in, hier bij de zesde Battle of the Drums op de Coolsingel in Rotterdam. Ik zei het net al, de zesde editie van de Battle of the Drums, waar vier brassbands strijden om de titel de beste brassband van Nederland. Het is bijna 8:30, de brassbands kunnen ieder moment aankomen, dus is wachten geblazen op de drummers en de swingende heupen. Je bent nu een beetje opgewarmd, hoe ga je straks het publiek inpakken? Dadelijk alle gewoon 100% geven. Gewoon alles geven en hopen dat ze met ons meegaan. Ik zag ook flinke zwoele heupbewegingen bij jou. Is dat jouw manier om de vrouwen in te pakken? Misschien een beetje. Want je ziet zoveel vrouwen en dan doe je wel een extraatje. Een extraatje voor de vrouwtjes. En wat maakt nou de sfeer van de Battle of the Drums? Waarom is het hier zo leuk? Ja, gewoon de concurrentie gewoon onderling van de brassbands en ja, gewoon iedereen die hier aanwezig is en die komt kijken om hun te supporten natuurlijk. Gewoon de mensen, de muziek, drank en dan gewoon losgaan. En wat maakt het voor jou hier zo leuk? Wat er voor mij hier zo leuk is? Ja, dat mijn vriend op het podium staat. En nadat de laatste brassband is aangekomen op de Coolsingel, is het tijd voor de vier brassbands om te laten zien wat ze nou echt in huis hebben. Ik denk toch dat onze kracht was bij hoe we als zeg maar, compact alles in elkaar hebben gezet. Ja, we hebben die set zo vaak getraind dat alles achter elkaar zo soepel liep. En ja, loon naar werken. Geniet van de overwinning, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dat? Het voelt heerlijk. Het voelt heerlijk. We hebben een jaar lang voor dit getraind. En als je ervoor wordt beloond, is het heerlijk. En terwijl Unicum Brass backstage de overwinning viert, wordt er voor het podium een feestje gebouwd met Damaru. En terwijl de regen zachtjes naar beneden komt, heeft Damaru net de Battle of the Drums afgesloten. De mensen gaan naar huis en maken zich ongetwijfeld op voor het tweede feestje van morgen, het zomercarnaval. Yeah.
deze zin aan. Narsingh zijn niet alleen maar vrouwen die alles laten zien. Nee, we zien van alles. Gaat het nog? Het gaat lekker. Je zit er wel in, hè? Ja, ik zit er helemaal in. Maar het was leuk bij die groepen. Die hebben er al maanden naar uitgekeken. Maar ik wil ook wel eens eventjes weten hoe het nou met het publiek zit. En er staan daar ontzettende mooie mama's aan de overkant. Ja, ik ga even kijken. Ik zou zeggen, ga even naar de overkant. Eten bij jullie van, want je staat de hele tijd hier. Wat hebben jullie dan? We hebben daar in de bus. We hebben de bus sinds gisteravond geparkeerd. En wat heb je bij je? Rijst, vlees. Hier hebben we pasteitjes. Mag ik een pasteitje voor je? Tuurlijk, even wat. Lekker mee eten. Oh, kijk eens! Yummy, yummy, yummy. Dankjewel. Hoe kom je er op Dordrecht? Dordrecht? Ja. Maar wat vind je nou van het evenement? Geweldig. Kijk je er naar uit het hele jaar? Elke jaar weer. Helemaal plannen. Kijk, we zijn allemaal, zie je al die groenen? Ja. We zijn een groep, de lege groep. Combat Girls. Juist. Pieter man, goed werken. Ja, nee. Wilt u ook eentje? Tuurlijk wil ik er ook eentje. Op de achtergrond zien we Monique. En Monique was ook kandidaat voor de Queen Zomercarnaval 2011. Monique is er toen niet geworden, dat was heel jammer. Want de Queen was natuurlijk Sulimar. Nou, die had vanochtend ook... Ik moet even een aankondiging doen. We gaan even kijken naar Sulimar, die vanochtend om 8 uur wakker werd. Ja, loopt niet. Heb je vriendinnen gemaakt? Hoi, goedemorgen. Kom binnen. Dit jaar is wel extra speciaal, want dan ben je queen en ja, iedereen wil naar je kijken en iedereen wil wat van je weten. Dus ja, het wordt extra spannend. Eerst make-up afmaken, dan richting de boompjes en dan wordt het gewoon knallen. Ja, gewoon gek doen toch? Dus ja, wat maakt het uit? Ik ben een andere soort queen. Ik ben een gekke queen. Ik weet nog van dat ik het, toen de muziek eenmaal begon, vond ik het zo eng. En mijn oma pakte me toen en toen zei ze van, ja, ga jij mij in het busje zitten? En daarna dacht ik echt van, nee, ik moet naar buiten. En toen mijn oma van, nee, je blijft zitten. En ik met mijn oma een beetje ruzie maken, want ik was vroeger best wel een dondersteen. Dus uiteindelijk mocht ik toch nog lopen. Toen begon de verslaving eigenlijk. Toen heb ik elk jaar meegedaan. Ik heb net Linda gekust en die zit onder de glitters te ontbijten. Oh, nu al. Als je klein bent, dan kijk je zeg maar naar de queen en dan denk je, oh, dat wil ik ook wel een keer worden. En ja, uiteindelijk is het voor mij, ja, heb ik er toch nog lang mee gewacht. Maar dat komt omdat ik, ja, ik heb 2 studies gedaan waardoor ik heel veel in het buitenland was. En nu ben ik er, ja, ik was er helemaal klaar voor. Ik had geen andere verplichtingen, dus ik dacht, ja, waarom niet? Goedemorgen. Ja, we zien het morgen. Mooi. Hoe vind je dat jij de uitverkoren bent dit jaar? Ja, geweldig. Na het zomercarnaval had mijn tante me al gevraagd of ik queen wilde worden. En toen gingen we allebei een beetje brainstormen wat voor thema het kon worden. En ja, zij wel iets met de zon.
En ik wou iets met India. Dus hadden we het samen gevoegd met naar Indian Sunrise. Spannend allemaal. Elk jaar werk ik eigenlijk tot in de vroege uurtjes bij mijn tante thuis aan de kostuums. En dan slaap ik soms 2-3 uurtjes. En daarna neem ik de metro en dan kom ik naar de boompjes. En nu slaap ik gewoon in een hotel en heb ik best wel veel geslapen eigenlijk. Het is wel een hele andere ervaring, maar wel heel leuk. Nou, lopen ze mee? Nou, ik hoop dat hij de hele dag blijft zitten. En anders rukken we hem gewoon halverwege eruit. En dan gooi ik hem met de buurlink in. Ik laat het gewoon tot me komen. Ik denk dat er natuurlijk heel veel mensen langs de kant gaan staan. Elk jaar komen heel veel mensen naar het zomercarnaval. En ik verwacht niks anders dit jaar. Dus komt wel goed. Groeten uit Amsterdam. Groeten uit Rotterdam. Rotterdam is de best. Prachtige groep. Maar ik vind de groepen heel mooi, maar ik vind die vrachtwagens valt me een beetje tegen. Ja, dan hadden ze mooier kunnen maken, hè? Ja. Maar het is een beetje saai. Ja, maar ja, je mag ook in Rotterdam de lucht niet in, hè, vanwege de tramleidingen. Dat is zo, maar dan kunnen ze toch even met ballonnen en slierten en dergelijke. Als jij die vraag al afstelt, hè, vind ik ook dat je even het antwoord moet gaan halen. Ja, dat ga ik doen. Dus hup, ga je strepen verdienen. Mevrouw, u ziet er zo prachtig uit. Dankjewel. Maar waarom is die vrachtauto zo saai? Vind je dat saai? Ja, wel een mooie poster, maar meer ballonnen en zo. Nee hoor, het gaat om de muziek. Ja. Dat is wel waar. Ja, de uitstraling van de groep. En jullie zijn een hele goede band. Jullie hebben live. We hebben live. Maar dat zie je dan ook niet, dat is helemaal afgesloten. Vind je dat? Ja toch. Je moet vooruit kijken, Narcy. Focus je op het einde. Ja man, vooruit. Kijk daar achter je. Jeetje, hoe is het met jou? Goed hoor. Werk! Wat is dit man? Ja Dave, ik begrijp wel dat die mannen er achteraan hobbelen. En je wil ook zeker? Zo. Maar we moeten nog even jureren. Elke dag moet het carnaval zijn hier in 010, man. Kom op. Maar even jureren. Even focus. Okay. De groepen. Fantastisch dit jaar. Helemaal top. Maar die wagens. Ja, die wagens, man. Daar moeten ze echt wat mee gaan doen, Dave. Meer ballonnen. Slingers. Oh, kijk eens wat daar aankomt. Hallo dan. Zo. Loser.
allemaal. Oh, ze zit aan een touwtje. Ze zit gelukkig aan een touwtje. Neem er maar weer mee hoor. Neem er maar weer mee. Nou, hier in de Witte de Wit is het heel gezellig. Maar op de koolsingel, daar staat echt een vlam in de pan. Heel grappig, Dave, maar jij weet ook dat die dag op de Koolsingel een dag is van wachten, wachten en nog eens wachten. Hoe lang zit u hier al te wachten? Bijna 4 uur. Oud. En u moet nog eventjes? Ja. Ik zat hier om 10:30. Anders is het plekje weg. We hebben altijd hetzelfde plekje. Dit is uw plekje. Elk jaar zitten wij hier op dezelfde plek. Hey dames, zijn dat jullie stoeltjes? Ja. En hoe laat waren jullie hier al? Ik denk rond 12 uur. 12 uur? Ja. Dat is lang wachten. Ja. Ja, maar het is toch wel leuk. Mogen we even in de koelbox kijken? Ah! IJs erop. Whisky. Whisky. Bier. IJs. Water. Spano. U bent er helemaal klaar voor, denk ik. Helemaal klaar voor. Tot het einde. Prachtig, hè, als ik langskom met de mooie muziek en een beetje biertje op. Lekker. Dat wordt een mooi feestje. Ja, echt een mooi feest. 1 keer per jaar, mag toch? Toevallig en een rosé, bier. En ik heb water bij me, ook voor degene die water wil. En ik heb uiteraard broodjes bij me voor mijn eigen. Want ik eet nooit wat aan de andere kant, dat doe ik nooit. Maar voor de rest hebben we altijd alles bij. We zijn heel benieuwd, we hebben het al zoveel jaar gehoord. We wonen in Delft vlakbij. En nu voor de eerste keer komen we even kijken. En wat verwacht u ervan? Nou ja, gewoon weer feesten. Lekker een beetje zwingen. Dus straks gaan we wel staan natuurlijk. Ik vind het altijd wel grappig. Ja, maar ja, ik hou van feestjes. Dus overal van feestjes zijn, daar ga ik naartoe. De sfeer. Ik heb zelf 3 jaar bij elkaar op Aruba gewoond. En de sfeer die je bij het carnaval hebt, die kun je nergens halen bij het zomercarnaval. Bent u weer even terug op Aruba? Graag. I'm in Trinidad. 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 I'm in Trinid
maar de stoet gaat onverminderd gezellig door. Kijk eens hier, het regent, maar het feest gaat door. Het feest gaat gewoon door, meneer. Het feestje gaat gewoon door. Kijk eens wat prachtig. Wat is dit? Wat is het allemaal? Cocktails? Ja. Kan je het ook drinken? Ja. Hey, ja, dat is goed. Gezellig, man. Hé, hey, en nu gaat het regenen, hè, nu? Nee, hoeft niet. Maakt niet uit. Nee. Gewoon door. Ja, gewoon jumpen, hè. Carnaval in Nederland. Ja, graag. Lekker. Ja, we moeten gaan. Kom op. Nee, we moeten gaan. Oh, jongens, jongens, jongens. Het is klaar. Ja, nou ja. Ik ga nog even terug zo. De 27e editie van het Rotterdamse Zomercarnaval is voorbij. 40 groepen. 40 groepen. Allemaal prachtige muziek, prachtig uitgedoste mensen. Eén feest. Ah, die muziek. Ik heb wel... Ja, nee, we moeten een beetje kritisch blijven. Veel van hetzelfde. Heel veel van hetzelfde, dat wel. Maar, altijd het positieve, het publiek reageerde. Ja, moet je eens om je heen kijken, man. Het is één groot feest, man. Geen had ik gezeik, je gezegd? Gewoon feest. Had ik gezegd? Dat had je gezegd. En ook al zou het gaan stortregenen nu... Ja. Blijft het feest. Klein beetje, heel klein beetje druppeltjes geweest. Nou ja, we hebben het goed gehad. Jij hebt eigenlijk je strepen verdiend. Ik zou de 5 van mij zo bij jou achterlaten. Volgend jaar. Volgend jaar weer? Ja, en ja? Dan heb ik dat jasje aan. Heb jij dat jasje aan? Ik neem aan dat jij nog ik even... Ik ga nog even door. Jij wil nog even door. Tot ziens, tot volgend jaar.